Ja, allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. En vele van u, in ieder geval de gedecoreerden, die heb ik al even aan de telefoon gehad. En voor de meesten was het dan toch nog wel even een verrassing. Dus dat vond ik toch eigenlijk ook wel weer leuk. Want we proberen nu natuurlijk altijd met de lintjesregen naar de Petruskerk te verleiden via een smoes. Maar ja, dat was nu allemaal wat minder relevant. Maar toch, het was wel van belang dat u thuis was. Dus dat was hier en daar toch nog wel een probleem. Ik hoorde zo net nog eventjes mensen die wilden naar het tuincentrum. En waarop de partner zei, nee, we gaan vanochtend niet thuis blijven. Onbegrip. Maar dat zijn zo van die dingen van, dat wordt dan vanzelf wel duidelijk. Fijn dat de gedecoreerden hier toch met een klein aantal familieleden vrienden zijn. Het is wat beperkt gezien de omstandigheden. Maar ik neem aan dat het moment toch niet minder feestelijk is. En ik ben in ieder geval al heel erg blij dat we dit moment toch kunnen hebben met elkaar. Want voor hetzelfde geld zou dit ook niet hebben gekund. En wat dat betreft zien we dat we heel langzaam toch wel wat meer ruimte krijgen. Maar het blijft natuurlijk nog steeds ingewikkeld. En we moeten nog steeds leven met aanpassingen en we moeten nog steeds afstand houden. Niet te grote groepen opzoeken en in ieder geval de handen regelmatig wassen. En ik, zoals de premier dat zegt, zeg ik dat hier ook nog maar een keer. Er zijn natuurlijk veel discussies over of het allemaal wel nodig is. Maar of het nou wel of niet nodig is, we hebben in ieder geval kunnen zien dat op het moment dat we dat allemaal zijn gaan doen, dat dit in ieder geval een heel stuk is teruggedrongen. En we zien ook elders in de wereld dat als we dat niet doen, dat het dan behoorlijk uit de hand loopt. Dus ik ben blij dat we met elkaar zover gekomen zijn. Lintjesregen, dat vindt altijd in heel Nederland plaats. Zo ook vandaag. Het is in alle gemeentes vandaag worden de lintjes uitgereikt. En uiteraard mag ik dat namens de koning doen. En dan heb ik niet het gemeentewapen voor, maar het wapen van het rijkswapen van de koning. Dan treed ik op namens de koning. En dat is ook altijd wel weer leuk om dat op die manier te doen. Ik ben trots, Woerden is trots, dat binnen de stad zoveel en binnen de gemeente zoveel gedecoreerde mensen weer zijn. Mensen die zich allemaal op een bijzondere manier voor de gemeenschap inzetten. En dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. En vandaag mogen we 18 mensen een lintje uitreiken. En ook in Den Haag zal er een inwoner uit Woerden geridderd worden. Maar die krijgt een lintje overhandigd door de minister Bijleveld van Defensie. Dus ja, dat was hier natuurlijk veel leuker geweest. Maar goed, het is natuurlijk ook wel leuk als je het lintje van de minister krijgt. U naasten zijn maanden achter uw rug om druk bezig geweest met verzamelen van informatie. Want u vraagt zich misschien dat wel eens af, van hoe werkt dat nou allemaal? Maar het zijn toch vrienden, bekenden, naasten van u die dit allemaal voor u regelen. En al die informatie wordt dan richting ons secretariaat gestuurd. Die maken daar een mooi dossier van. En samen met het kabinet nemen we dat dan door, geven we advies en sturen we dat door naar de commissaris van de Koning, in dit geval van Utrecht. En die sturen dat dan weer door naar de kanselarij der Nederlandse Orde. En zo gaat dat dan. En het is altijd een hele procedure. Zoals deze dagen zijn we alweer bezig voor volgend jaar, terwijl we nu nog bezig zijn de lintjes uit te reiken. Ik ga zo één voor één de gedecoreerde af. En samen met uw partner of een familielid vraag ik u naar voren. Daar hebben we deze twee prachtige oranje stoelen voor. Want ja, hoe anders, hoe beter kun je in het zonnetje gezet worden door deze prachtige kleuren. Vervolgens bied ik u het versiersel aan, wat bij de onderscheiding hoort. Maar ja, dat zou ik u het liefst zelf opspelden. Maar dat mag weer niet. Dus dat geef ik aan uw partner of aan uw familielid. Ik geef het zelfs niet. U mag het afpakken. De naam staat erbij. En dan mag u het zelf opspelden. En dat is eigenlijk misschien ook wel heel erg leuk en intiem dat uw partner dat doet of een familielid. Als iedereen zijn lintje ontvangen heeft zo dadelijk, dat zal ongeveer over zo'n drie kwartier zijn, dan wil ik u uitnodigen om die kant de zaal te verlaten. En daar hebben we nog een kopje koffie of vanzelfsprekend toch ook nog even die lekkere oranje bitter
Want zonder oranje bitter geen lintjesregen, vanzelfsprekend. En daar kunnen we nog even met elkaar van gedachten wisselen. En dan komt, denk ik, gelijktijdig de volgende groep weer binnen. En zo draaien we een beetje de klok rond. We hebben nog een cadeautje voor u. Want omdat we niet echt na kunnen borrelen, hebben we een lekker borrelplankje voor u gemaakt. Dat staat achter klaar. Dan kunt u vanmiddag, als u met uw kennis bent, ja, u mag in ieder geval, het aantal is niet meer beperkt. U moet wel afstand houden. Maar aan de hand van het borrelplankje toch nog even een gezellig borreltje drinken. En met het plankje als herinnering daaraan. Ik wil gaan beginnen. Op willekeurige volgorde ga ik uw naam noemen. En dan vraag ik u naar voren te komen in deze twee mooie stoelen. Eens even kijken. We beginnen met mevrouw Vermeij. En de zus Marianne Klein Vermeij, die zit ernaast. Mag ik u uitnodigen? Voorzichtig zitten, want het zijn diepe stoelen. Andere jaren dan zien we gedecoreerde helemaal wegzakken. Dat valt mee, zie ik. Mevrouw Vermeij, u bent al 53 jaar bij veel uiteenlopende activiteiten, stichtingen en verenigingen vrijwillig actief. Ik noem er een aantal op. Vanaf 1997 tot heden bent u lid van de commissie voor beheer van het mortuarium en begraafplaats voor de hervormde gemeente Zegveld. In deze hoedanigheid onderhoudt u de contacten met de begrafenisondernemer en zorgt u voor de alle administratie rondom een overlijden. U was in de jaren 90 in de weekenden pleegmoeder voor een 13-jarig meisje. En daarmee gaf u haar en haar thuissituatie een moment van rust. Heel bijzonder. Ook was u onbezoldigd secretaresse van het bestuur van de Rabobank Zegveld. En toen u in 99 de bank fuseerde in 99... met de Rabobanken van Kamerik en Woerden, was u ook lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de klankbordgroep Zegveld binnen de fusiebank Woerden, Kamerik en Zegveld. Ook bent u vele jaren bezoekdame voor het wijkteam van de hervormde gemeente Zegveld en legt u regelmatig bezoeken af. Na zowel blijde als verdrietige gebeurtenissen, vanzelfsprekend, want dat gaat altijd samen. En vanaf 2015 heeft u geholpen met de oprichting van de huidige zorgcoöperatie Zegveld Zorg. En dat is eigenlijk ook nog wel heel bijzonder, want dat hebben we eigenlijk in geen enkele kern. En dat is uit de gemeenschap gekomen. En dat draait heel erg goed. En daar zijn we heel erg blij mee. Dat dat ook van de grond gekomen is en dat het goed gaat. En de afgelopen jaren bent u gastvrouw en de coördinator voor het wekelijks koffieochtendje voor mensen die behoefte hebben om anderen te ontmoeten. U stelt zelfs uw huiskamer belangeloos beschikbaar. En het contact tussen mensen is zo ontzettend belangrijk. En dat is een hele mooie manier waarop u dat doet. De grootste en zwaarst wegende activiteit is wel het werk wat u doet voor het hospice De Mantelmeel. Waar ik ambassadeur van mag wezen. Daar ben ik heel blij mee. En al vanaf 2007 helpt u terminaal zieken in uw thuissituatie en in hospice De Mantelmeel. En daarnaast bent u sinds 2010 ook nog eens werkzaam als senior vrijwilliger van het hospice. Dat betekent dat u de activiteiten verricht die horen bij de bereikbaarheidsdiensten voor het hospice Huis en in de zorg. In de zorg inzetten thuis. Zoals de 24 uur telefonische bereikbaarheid, verrichten van de laatste verzorging bij een overlijden en fungeren als achterwacht voor vrijwilligers tijdens hun diensten. Bijzonder zwaar werk, maar wel heel erg belangrijk. Er zijn mensen die dat proces niet meer thuis kunnen, waarin het thuis niet meer kan. En dan is het zo belangrijk dat we toch een ruimte hebben waarin het allemaal op een hele mooie, zorgvuldige wijze kan plaatsvinden. U wordt omschreven als uitermate betrokken, sociaal en deskundig en weet door uw sympathieke persoonlijkheid bij de zorgvragers en hun familieleden veel indruk te maken. Uw inzet en enthousiasme wordt alom zeer gewaardeerd. Petje af, mevrouw Vermeij. Heel bijzonder en waardevol dat u dit allemaal doet. Dit en alle andere activiteiten, en er is vast nog veel meer, hebben ervoor gezorgd dat het Zijne Majesteit onze koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd ermee. En mag ik u vragen samen te gaan staan en uw zus te vragen, even kijken, mevrouw Vermeij. Ja, daar ligt hij. Ik heb toch weer even de neiging om hem toch weer op te pakken. En dan gaan we dat daar doen. Dat is makkelijker voor de foto's, want als we de foto's die kant op maken, staan er allemaal auto's op.
Dus we gaan eventjes een beetje ronddraaien. Ja, dan doe ik de bloem alvast. Dat is ook wel zo vrolijk. Zo, dan blijf ik een beetje op afstand. Ja, we de vangen. Even voor de foto's. Ja. Even over die naam. Met de bloemen. Alsjeblieft. Even daar. Zo, ja, een beetje dicht bij elkaar staan. Mag, ja. Jullie mogen dat. Ja, goed, joh. Ja, nou dan draaien we ons nog even om naar de zaal, want het is ook wel zo mooi, hè? Gaat u zitten. Dan ben ik toe aan mevrouw Gutselaar. Van Gutselaar. Neemt u mij niet kwalijk. En het feit dat u daar een hecht hoort, dat geeft aan dat het er echt bij hoort. En dat van, dan bent u meestal van adel, maar dat is niet het geval, hè? Met goede vriend Henk Valk. Mevrouw Gutselaar, al meer dan 25 jaar bent u vrijwillig actief voor Stichting Omroep Kerken Woerden. In het bijzonder voor het Kerkplein en het Luisterboek. Misschien weet u wat dat is of niet is, maar dat ga ik u vertellen. Het Luisterboek verzorgt wekelijks een vertelling van een Bijbelverhaal. Samen met 4 andere vrijwilligers zorgt u dat iedere week er een verhaal wordt verteld. Eens per maand bereidt u een verhaal voor en vertelt dit in de uitzending. De rubriek Kerkplein verzorgt u geheel ook zelfstandig. En in deze rubriek informeert u over en attendeert u de luisteraars op activiteiten en bijeenkomsten die bijzondere aandacht vragen en verdienen. Voor de hervormde gemeente Woerden bent u sinds 2004 vrijwillig actief in diverse taken. U bent als diaken werkzaam geweest en tot op heden bent u nog werkzaam als ouderling. U heeft samen met de andere ambtsdragers de verantwoordelijkheid voor de zondagse eredienst. Ook legt u bezoeken af aan hen die daar behoefte aan hebben. U organiseert gespreksgroepen en gemeenteavonden. Voor de commissie Open Petruskerk, die verantwoordelijk is voor het openstellen van de Petruskerk, bent u sinds 2013 een van de gidsen. En dat is heel erg mooi, want heel veel mensen vinden het ook leuk om de Petruskerk te bezoeken. En dan ja, gewoon alle informatie van de geschiedenis van de Petruskerk te horen. En dat draagt ook weer een steentje bij aan de toeristische aantrekkelijkheid van Woerden. Want ja, de Petruskerk is toch wel een plaatje in onze gemeente. U heeft cursussen gevolgd en de historie van de Petruskerk helemaal eigen gemaakt. En brengt die historie nu ook over aan de bezoekers van deze mooie kerk. Ook was u enkele jaren werkzaam als koster en droeg u in die hoedanigheid bij aan het goed functioneren van het kerkleven. Sinds de start in 2015 van Kaarsjes in de Petrus bent u bijzonder actief voor dit jaarlijkse evenement. En dat is ieder jaar ook weer heel erg bijzonder. Een mooi initiatief om mensen de ruimte geeft om in een rustige omgeving een kaarsje te branden voor een ontvallen of zieke dierbare. Mevrouw Gutselaar, er zijn vast nog veel meer activiteiten die ik niet heb genoemd. Want ik begreep dat er eigenlijk geen kerkelijke activiteit is waaraan u niet korte of langere tijd heeft deelgenomen of uw medewerking heeft gegeven. U bent voor de hervormde gemeente een belangrijke steunpilaar. Door de verschillende ondersteuners die het linkje voor u hebben aangevraagd, wordt u geroemd voor uw betrokken, vriendelijke en enthousiaste inzet. Dan mag ik u vandaag ook dan zeggen dat Zijne Majesteit onze Koning het heeft behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Ik wil u uitnodigen om te gaan staan. En dan kan de heer Valk u de versierselen opspelden. Dat stond er niet bij. Oké, de bloemen. Ja. Even kijken. Zo. Alsjeblieft. Mooi. Mag u zitten? Ja.
Ja, dan ben ik toe aan meneer Garels. Inderdaad. Met die echtgenote. Meneer Garels, ik ga even terug in de geschiedenis. We gaan naar 1986. Dat is weer een hele tijd geleden. U werd toen op 34-jarige leeftijd vrijwilliger bij de vereniging Watervrienden Woerden. Een vereniging die zich als doel heeft gesteld om leszwemmen, trimzwemmen, aquajoggen en vrijzwemmen betaalbaar voor iedereen aan te bieden. En dat was zeker in die tijd niet vanzelfsprekend. Eigenlijk nog steeds niet. En we hebben het daar eigenlijk nog steeds voor nodig dat de mensen zoals u daar aandacht aan besteden. De vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers die door de vereniging worden opgeleid tot gekwalificeerde zwemleiders. U bent wekelijks zo'n 7 uur in het zwembad aanwezig voor het geven van zwemlessen of om te ondersteunen bij allerlei activiteiten. In 1997 werd u ook opleider voor de commissie zwemopleidingen van de Nederlandse Cultuursportbond. Naast het geven van de zwemlessen bent u ook de zwemopleidingen mede gaan organiseren. Vanaf 2000 bent u ook nog eens vrijwillig actief voor het Nederlands Rode Kruis. Bij alle activiteiten in Woerden bent u als EHBO aanwezig om eerste hulp te verlenen. Daarnaast bent u meerdere malen meegeweest op het hospitaalschip Henri Dunant, en wie kent hem niet. En heeft u geholpen in vakantiehuizen van het Rode Kruis. En u bent alweer heel wat jaartjes stadsgids bij de Stichting Gilde, waarop we ook heel trots zijn, want ja, die leiden al onze toeristen rond. U verzorgt aan belangstellende stadswandelingen door het mooie Woerden en vertelt over de bezienswaardigheden en bijzondere historische plekken. En we hebben er heel veel in Woerden. Ook helpt u mee aan diverse schoolprojecten en bij de Open Monumentendag. Meneer Garels, u bent een bijzonder actief en betrokken inwoner. Door uw jarenlange inzet voor de watervrienden draagt u bij aan een zwemveilig Nederland. Dit en alle andere activiteiten hebben ervoor gezorgd dat u niet onopgemerkt bent gebleven. Ik ben blij dat het Zijne Majesteit onze koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik ben blij dat u dat ook ondervindt, want ik denk altijd dat ik dat zelf altijd heb, maar... Oh. En dan sommige jasjes zijn heel erg sterk van stof. Dan lukt het niet om hem doorheen te prikken. Maar heeft u het speeltje wel los? Ja. Oh, dat wel. Dat wel. Nou, doen we hem straks helemaal goed. Dat doen we straks wel beter, want het gaat niet goed zijn. Nou, dan klikken we hem niet vast, maar dan... Niet open. Kijk, helemaal gelukt. Even voor de foto. En de bloemen, alstublieft. Dank u wel. Dicht bij elkaar, anderhalve centimeter. Mooi, dank u wel. Dan kom ik bij meneer De Wilde. Ja. Mevrouw De Wilde. Meneer De Wilde, ook voor u gaan we helemaal terug naar het verleden, 1982. Toen u begon als vrijwilliger bij de toenmalige Bonaventure-parochie en als lid van de financiële commissie. Vele jaren heeft u dit werk met enthousiasme en toewijding gedaan, tot aan de fusie en het opgaan in de parochie Pax Christi. Rond deze periode moet het ook geweest zijn dat u penningmeester was van de tennisvereniging Kromwijk. Dat liep een beetje samen. De club zat toen nog in de opstartfase.
En later maakte u de overstap naar de tennisvereniging VEP, waar u 8 jaar voorzitter van was. Vele jaren was u commissielid restauratie van de kapel Weddestein. En het is heel mooi dat het ook gelukt is. Toen dat startte dacht ik van, nou, ik weet niet of dat van de grond gaat komen. Maar dat is gelukt en het is een heel bijzonder monumentje daar geworden. En wordt ook heel goed gebruikt. Ook voor deze commissie verzorgt u de financiële administratie. Voor de Stichting Katholiek Belang beheert u de parochiecentrum De Dam. De Dam is een deel van het vroegere klooster van de Franciscanen, gelegen aan de Wilhelminaweg in Woerden. En in De Dam worden zalen verhuurd aan diverse koren, werkgroepen en uiteraard het bestuur van de parochie, maar ook aan andere verenigingen. Sinds 2001 tot heden bent u bestuurslid van de stichting en sinds 2004 bekleedt u de functie van penningmeester. Maar ook bent u een van de drijvende krachten achter het reilen en zeilen van De Dam. U houdt zich bezig met het dagelijks functioneren van dit gebouw. Daarnaast bent u ook alweer heel wat jaren actief als commissielid van de begraafplaats Hogewal Woerden. U bent penningmeester en secretaris en daarnaast houdt u zich bezig met het toewijzen en ruimen van de graven en alle zorg en organisatie daarbij komt kijken. Als secretaris bent u ook het aanspreekpunt voor de begrafenisondernemers. Maar ook het onderhoud van de begraafplaats doet de commissie voor het grootste gedeelte zelf. Heel wat uurtjes bent u te vinden daar. Ook heb ik begrepen dat u de administratie volledig heeft gedigitaliseerd. Wat eerst nog handmatig werd opgeschreven en bijgehouden, gebeurt nu allemaal digitaal. Een tijdrovende klus. En in uw nog spaarzame vrije tijd zingt u ook graag bij het koor Jubilate Deo. Wekelijks bent u bij de repetities aanwezig en in de weekenden zingt u met het koor tijdens de diensten. En ook hier zorgt u weer voor de financiën in de rol van penningmeester. Die penningen, dat is wel een rode draad zo'n beetje door al uw verenigingsleven en alle activiteiten. Thuis ook? Kijk, nou, als er goed op de centen wordt gelet, dat kan helemaal geen kwaad. Is die zuinig? Nou, ik heb een groot voordeel, mijn vrouw heeft namelijk geen gat in de rand. Oh, dat scheelt. Ja, dan hoef je niet zuinig te zijn. Ik wil ook niet onvermeld laten dat u voorzitter was van de serviceclub Probus in Woerden. En voorzitter van de Bridge Club worden. In uw werkzaam leven was u werkzaam ook voor Heineken. En tijdens die 45 jaar was u onbezoldigd voorzitter deelnemersraad Heineken Pensioenfonds. En lid van het bestuur van de vereniging Heineken Gepensioneerden. U gaf computerles en persoonlijke ondersteuning voor senioren bij Welzijn Woerden. En u was lid van de rekenkamer van de gemeente Woerden. Dus u heeft ook onze gemeentefinanciën goed gecontroleerd. Nog steeds, kijk. U houdt het allemaal nog bij? Heeft u nog adviezen voor onze financiële situatie? Daar krijgen ze ons wat draadjes bij. Ja? Heeft u nog adviezen voor onze financiële administratie en financiën? Want we staan er niet zo best voor. Nee, maar goed, ik volg het wel regelmatig. Ik weet één ding, dat het goed komt. Ja, dat zegt iedereen ook al. Komt allemaal goed. Er zijn er vast nog veel meer activiteiten die ik nog niet genoemd heb. Meneer De Wilde, u bent een bijzonder actief mens. Heel veel organisaties hebben op uw onvoorwaardelijke inzet mogen rekenen. U bent van het type doe maar gewoon. Sta klaar waar je kunt en geniet gewoon ervan. Het linkje wat ik u zo ga overhandigen staat symbool voor dankbaarheid en waardering. En ik weet van u dat het voor u niet echt hoeft, maar dat u het ook wel weer waardeert. En ik heb uw brief goed begrepen. Uw langdurige en intensieve inzet voor al deze activiteiten hebben ervoor gezorgd dat Zijne Majesteit onze koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Ik heb nog een kleine opmerking. Ja. In het begin dacht ik namelijk, dat heb ik vaak wel een opmerking. Aan het begin dacht ik, wat moet ik met zo'n linkje? Ja. Maar ik moet zeggen, van, als je ziet hoeveel mensen je feliciteren nog steeds. Dat is ongelooflijk. Ja. Dan heb ik, als ik van tevoren had gevraagd, wil je linkje? Had ik gewoon nee gezegd. Moet ik maar als ik zie van echt hoe dat in de bevolking leeft in Woerden, dat is ongelooflijk. Ja, zeker. Ik sta steeds van te kijken, vandaag nog bij de tennisclub. Ja, dus kijk aan. Ja. Nou, hartstikke leuk. Dus dat vind ik toch heel fijn om dat nog even te melden. Nou, mooi, dankjewel. En dan mag je vrouw de viziersloom hangen. Ja. Nee, je hebt een klein beetje.
bloemen erbij. Zo, geweldig. Dank je wel. Zo. Mooi. Bedankt. Dan kom ik bij meneer Jongen Jan. Mag ik u uitnodigen? Ja, meneer Jongen. Vanaf 1976 tot aan uw pensioen in 2007 was u werkzaam als vrij gevestigd huisarts, als mede-eigenaar van de huisartsenpraktijk aan de Beekenlaan in Molenvliet. U was in die tijd één van de eerste huisartsen die de waarde van de computer voor de huisartsenzorg inzag en zag hoe belangrijk automatisering kan zijn voor het verlenen van goede patiëntenzorg. En daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. Het huisartsinformatiesysteem, afgekort het HIS, vormt de kern van de praktijkvoering in de huisartsenpraktijk. Sinds 1990 bent u een van de meest actieve leden van de HIS-gebruikersvereniging Orego. De gebruikersvereniging telt ongeveer 1000 leden en heeft een stem bij organisaties als Nederlands Huisartsengenootschap, de Landelijke Huisartsenvereniging en andere organisaties die beleid maken op dit gebied. U heeft zich ingezet om de functionaliteit van het pakket te verbeteren, maar uw passie was vooral ook het stimuleren en helpen van andere huisartsen en doktersassistenten in het gebruik van de computer. In een van de ondersteuningsbrieven wordt u het oliemannetje van Orego genoemd. Het lijkt wel een soort petroleummaatschappij. In 2015 ontving u op grond van uw langdurige verdiensten de Dr. Paul Hoppenerprijs van de vereniging. Tot op heden bent u nog actief in de Raad van Advies van Orego Gebruikersvereniging. Ook was u in de jaren 80 een belangrijke speler in de ontwikkeling van Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport Standaard. Oftewel IDFACT Standaard. Een systeem dat als doel heeft berichten te definiëren. Tot op heden wordt dit systeem in de Nederlandse zorg gebruikt in de communicatie tussen de eerste en tweede lijn en binnen de eerste lijn zelf. Voor het versturen van medisch inhoudelijke berichten zoals recepten, waarneming en uitslagen van laboratoria. Ook nam u het initiatief tot het tijdschrift Orego Scope. U was hoofdredacteur en stimuleerde andere artikelen te schrijven, nam interviews af, schreef zelf over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van automatisering in de gezondheidszorg. Na een fusie in 2001 ging het tijdschrift verder onder de naam Synthes HIS. Dit is het vak voor het gebruik van informatietechnologie in de eerste lijn zorg. Tijdschrift voor ICT. U bleef actief als columnist en schreef nog jaren voor de rubriek Tips en Trucs. Vanaf 2015 bent u eigenaar van een online weblog www.zorgictzorgen.nl. U schreef al ruim 70 artikelen op het terrein van ontwikkeling over de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim. De weblog heeft inmiddels meer dan 700 medici, hoogleraren, beleidsmakers en IT-specialisten bereikt. U volgt kritisch het maatschappelijke debat over privacy in de gezondheidszorg vanwege de vaak grote economische belangen en het beperkte bewustzijn van het belang van het medisch beroepsgeheim bij niet-medici. Bovendien wordt u regelmatig uitgenodigd als spreker bij openbare discussies op het terrein van zorg, zoals het BNR-zorgdebat in 2018. En in dat jaar was u ook lid van de jury van Big Brother Awards. Naast dit alles bent u sinds 2007 en tot heden ook nog secretaris en penningmeester van de handboogschietvereniging de Bredius-schutters. En dat is ter ontspanning, denk ik. Dus al die ICT-dingen, heerlijk eens even ontspannen met een boog schieten. En sinds 2016 bent u voorzitter van het Dutch Flight Network, de vereniging van online virtual pilots. Meneer Jongjan, de activiteiten die u vrijwillig heeft ontplooid geven blijk van grote maatschappelijke betrokkenheid. Gelet op de bestuurlijke en initiërende aard, lange duur, nationale uitstraling en betekenis van de activiteiten, met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van zorg en het medisch beroepsgeheim, maakt het dat Zijne Majesteit onze Koning het heeft behaagd
u te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. De bloemen. Zo. Nog één. Mooi, dank u wel. Nou, dan ben ik alweer aan de laatste toegekomen. Van dit uurtje. Meneer Burgers. Een echtgenote. Ja, u was het, hè? Die naar het tuincentrum wilde, maar uw vrouw, u mocht niet van uw vrouw. Dat was ik helemaal niet gewend, want normaal zat ze er in de auto. Ja. Dat was natuurlijk ook een van de weinige uitjes die gewoon nog mochten in coronatijd. Maar ja, de risico's waren er ook best wel groot gezien alle publiek. Meneer Burgers, sinds 1998 bent u vrijwillig actief voor de Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap Meijer-Zegveld. U begon als lid van het kerkbestuur en de daaropvolgende jaren 2000 tot en met 2002 was u vicevoorzitter van het bestuur. Inmiddels heeft u de bestuursfuncties neergelegd, maar nog steeds bent u zeer nauw betrokken. U bent pastoraal werken en voorganger bij Woord en de communievieringen. En door uw warme persoonlijkheid weten velen u te vinden voor een luisterend oor. U bent vrijwillig actief voor Vluchtelingensteunpunt. U helpt mee met de inzameling van spullen voor mensen in Syrië en brengt deze spullen vervolgens naar het verzamelpunt in Nieuwebrug. Ook helpt u de vluchtelingen in Zegveld met praktische zaken door bijvoorbeeld samen te werken in de tuin of met het oefenen van de taal of gewoon een kopje koffie. En een luisterend oor. Voor zorgcoöperatie Zegveld Zorg bent u ook alweer heel wat jaar vrijwillig actief. Deze organisatie zet zich in om het welzijn van inwoners te verhogen en hun zelfredzaamheid te vergroten. U helpt inwoners met het geven van financieel advies. En u helpt bij de integratie van statushouders en vluchtelingen. Meneer Burgers, u bent een bijzonder sociaal mens. U heeft zich met hart en ziel verbonden aan de mensen die hulp nodig hebben en dit ook zo waarderen. Als er een hulpvraag is, dan staat u klaar om hen te helpen. In de ondersteuningsbrieven die ik hierover heb mogen ontvangen, is uw hulp aan de medemens de rode lijn in uw leven. Ik ben daarom ook zeer verheugd dat Zijne Majesteit onze Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. De bloemen. Klopt. En de foto. Ja, dank u. Mooi. Ja. Nou, dan zijn we aan het eind gekomen van deze ceremonie. Dan wil ik u vragen. Ja, in een rustig, niet allemaal tegelijk, maar naar de linker uitgang te gaan. De gedecoreerde wil ik nog even vragen het doosje mee te nemen. Een doosje kan dan in het tasje. En in het tasje zit de grote doos met de oorkonde en alle andere dingen. Dus dan kan u dat daarin opbergen. En dan gaan we gezellig hiernaast nog even met elkaar koffie drinken of een oranje bitter. En met de oranje bitter zullen wij dan nog even toosten op onze koning, vanzelfsprekend. Ja, dames en heren, allemaal heel hartelijk welkom. Welkom aan de leden van het college, de heer Van Assem, Nestor van der Raad. Gedecoreerde familie en vrienden.
Fijn dat u hier bent. Het is, ik vind het fijn om u ook weer lekker in de ogen te kunnen kijken. Ik heb u natuurlijk allemaal eerder al gebeld. Dat was eigenlijk ook best wel verrassend. Want meestal proberen we u te verleiden om naar de Petruskerk te komen met een goede smoes. Nou, waren die smoesen toch nog wel nodig om iedereen in huis te houden? Want ja, het was een bepaald moment dat ik kon bellen natuurlijk. En de een was dan toch nog wel even wat meer verrast dan de ander. Soms was iemand het gras aan het maaien. En soms was er ook iemand bij het moeite kosten om daar een telefoon... dat hij de telefoon op zou nemen. Want ja, als het een vreemd nummer is, dan neem ik gewoon niet op. Dus ja, dat was dan een hele tour om dat dan toch voor elkaar te krijgen. Maar ook om een andere reden is het fijn u hier toch op dit moment te zien. Het is, we hebben toch een bijzondere tijd, de coronatijd. Coronavirus is er nog steeds. We moeten nog steeds afstand houden, we moeten nog steeds handen wassen. Nog steeds grote groepen meiden, maar toch ook alweer blij dat het allemaal toch wel iets losser geworden is. En dat we het ook op dit moment redelijk allemaal onder controle hebben. Maar we moeten alert blijven. Als je kijkt in het buitenland, dan zien we toch dat daar grote aantallen mensen toch nog steeds besmet raken. En dat het echt van belang is om de dingen te doen die van ons worden gevraagd. Ook al zetten we daar af en toe wel eens vraagtekens bij. Maar we hebben toch kunnen zien dat sinds de maatregelen... in ieder geval het aantal besmettingen drastisch naar beneden is gegaan... en dat we ook weer in ieder geval bijeenkomsten zoals deze kunnen organiseren. En ik hoop van ganse harte dat in het najaar toch iets van medicijn of vaccin is. Want ja, het zou toch wel fijner zijn als we gewoon elkaar weer eens wat meer kunnen knuffelen... wat dichter bij elkaar kunnen staan. Maar het is toch ook alweer mooi dat we vandaag dan toch de lintjes aan de gedecoreerden kunnen overhandigen. Dat is in heel Nederland zo. Dat vandaag gebeurt. En we zijn er trots op dat er eigenlijk ook dit jaar weer zoveel gedecoreerde mensen zijn hier in onze gemeente. Allemaal weer mensen die zich inzetten voor de gemeenschap. En dat inzetten is absoluut geen vanzelfsprekendheid. We mogen vandaag 18 lintjes uitreiken. We hebben er inmiddels 6 gehad. We doen het in 3 tranches. En u zit in de tweede tranche. Dat maakt het ook mogelijk om wat ruimer te zitten. En 1 inwoner uit Woerden zal vandaag in Den Haag geridderd worden. En daar, hij krijgt het lintje overhandigd door de minister Bijleveld. U naasten zijn maanden achter uw rug om bezig geweest om het verzamelen van informatie. Want misschien vraagt u wel eens af, ja, hoe gaat nou zoiets? Ja, het zijn uw kennissen, vrienden, bekenden, mensen met wie u samenwerkt... die u aandragen om in aanmerking te komen voor dat lintje. En het heeft best altijd nog wel veel voet in de aarde. Er moet veel informatie verzameld worden. Al die informatie moet geverifieerd worden. Er moeten ondersteunende verklaringen bij. Dan komt dat allemaal bij de medewerkers van het kabinet. Die zitten hier allemaal achter me en die hebben allemaal veel werk aan. Die zijn nu overigens alweer bezig... voor volgend jaar alles in orde te maken. Dus ze blijven een beetje in de koningssfeer zitten. En dan lopen we het met elkaar door. En dan worden er adviezen gegeven. Die adviezen gaan naar de commissaris van de koning. En dan worden ze doorgestuurd naar de kanselarij. En dan is het afwachten of het allemaal gehonoreerd wordt. En ik ben blij dat dat tot nu toe altijd het geval is geweest. Ik ga u zo één voor één met uw partner naar voren roepen of met een familielid. Dan hebben we hier 2 fantastische oranje stoelen staan. Die stoelen zijn wat diep. Dus als u er wat nonchalant in gaat zitten, dan zakt u een heel eind weg. Dus wees u een beetje alert op het zitten van deze prachtige stoelen. Volgend jaar gaan we er een kussentje in maken. Dat lijkt me heel goed. Als ik u heb toegesproken straks, dan is het de bedoeling dat uw partner of uw familielid de versierselen opspelt. Het is de bedoeling dat hier wordt afgepakt en dan kan uw partner of uw familielid dat zelf opspelden. En dan kan ik op de beroemde 1,50 meter afstand toezien of het allemaal goed gaat. En als dat allemaal gebeurd is en we hebben iedereen gehad, dan... wil ik u uitnodigen voor een kopje koffie, een oranje bitter of iets anders. Dat gaan we dan aan die kant doen. En dan toosten wij uiteraard op onze koning. Even zien heb ik dan... Ja, en dan hebben we nog een cadeautje voordat u weggaat. Want
Ja, normaal gesproken doen we dat dan allemaal wat uitgebreider. Een borreltje kunnen we dan allemaal nog wel even kletsen. Maar om dat kletsen wat te bevorderen in de huiselijke sfeer, krijgt u een borrelpakketje mee. En dan kunt u in de huiselijke sfeer nog even met dat pakketje lekker de nootjes en de frisdrank daarvan genieten. We gaan beginnen. Ik doe dat op willekeurige volgorde. Ik noem uw naam en dan komt u naar voren en dan spreek ik u toe. En dat doe ik namens de koning. Dus ik draai mijn ambtsketen en de medaille daarvan om. Want die heeft twee kanten. Het rijkswapen en het wapen van Woerden. Met de drie mooie ruitjes erin. En midden in de Rijn. Maar als ik namens de koning iets doe, dan heb ik het rijkswapen voor. Ik weet niet of u het weet, maar misschien toch een leuk detail nu het toch zo aan de orde is. Mag ik uitnodigen? Meneer Van Donselaar. En mevrouw Van Donselaar. Meneer Van Donselaar, u was lange tijd, bijna 20 jaar penningmeester van de Johannes Calvijnschool in Veenendaal. Volgens mij bent u ook verhuisd. En u komt speciaal daarvoor hier naartoe. Ja. Nou, dat vind ik wel heel erg mooi. Ja. Dat begrijp ik eigenlijk ook alweer, maar, maar heel fijn dat gelukt is. U maakte in ieder geval hier deel uit van dagelijks in het algemene bestuur van de school. En u was lid van de commissie Financiën, waarin ook de directie participeerde. U was aanwezig bij de besprekingen met de commissie Huisvesting en u beheerde en voerde het overleg met het administratiekantoor. De directeur roemt u om uw nauwgezetheid en uw accurate werk. Dankzij u maakt de school in financieel opzicht een goede tijd door. Eigenlijk hebben we best wel veel financiële mensen. Die moeten we als gemeentes gaan inhuren. Want dat zou onze gemeentefinanciën het beste kunnen gebruiken. We moeten meer uit de samenleving halen aan kennis en kunde. Wij geven het hier alleen maar uit. Daarnaast was u lange tijd voorzitter bij de Raad van Toezicht van de Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg, de SVRO. Bij de fusie in 2010 van de SRVO en Siloa had u een belangrijke en actieve rol. De twee werkmaatschappijen gingen verder onder de overkoepelende organisatienaam Zorggroep Serion. De Zorggroep is ontstaan vanuit de bewogenheid om ouderen en mensen met een handicap te ondersteunen. In dezelfde vertrouwde sfeer zoals thuis. En inmiddels gebeurt het op 20 locaties door heel Nederland. Na de fusie werd hij voorzitter voor de eerste raad van toezicht van de Zorggroep. Voor de gereformeerde gemeente in Woerden was hij vanaf 2008 diaken en later ook penningmeester voor de diaconie en penningmeester van de kerk. Als diaken zorgt u samen met andere diaken voor het onderlinge dienstbetoon binnen de kerk. Dit doet u door mensen binnen de gemeente te ondersteunen, zowel met financiële, geestelijke of praktische steun. U gaf raad, organiseerde hulp en gaf troost. De diaconie is ook aangesloten bij het diaconaal beraad van de plaatselijke raad van kerken en daarin draait u ook mee in vele projecten. Er wordt financiële steun gegeven aan een groot aantal goede doelen, nationaal en internationaal. U heeft in de overleg, in de overweging en de besluiten volop meegedaan. Ook heeft u veel tijd besteed aan het penningmeesterschap van de kerk. U was verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting. U heeft dit werk altijd zeer zorgvuldig en nauwkeurig uitgevoerd. Wegens gezondheidsredenen bent u onlangs gestopt met uw vrijwilligerswerk. Maar uw langdurige inzet voor al deze activiteiten samen hebben ervoor gezorgd dat het Zijne Majesteit onze koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Mag ik u uitnodigen om te gaan staan met het gezicht naar buiten? Dat is voor de foto's beter. Anders krijgt u er allemaal auto's op. Even zien, mag u... Ja, de namen staan erbij. En even de kraag, dankjewel. En dan even zien. En voor de fotograaf moest ik iets anders, hè, met de bloemen, geloof ik. Oh. Het gaat wel goed, oké. Okay. Daar staat uw man. Ja. Dat is de opzet. Het is eigenlijk ook wel mooi als je dat van je partner nu krijgt of van je familielid. Het is eigenlijk toch ook wel heel intiem zo. Kijk eens, krijgt u de bloemen erbij? Ja, dat we het lintje kunnen zien. Ja.
Mag je plaatsnemen? Dan kom ik bij de heer Van der Klink met zoon Elko. Nou, u lijkt ook wel een beetje op elkaar. Nog even zonder snor, maar dat komt vanzelf wel. Meneer Van der Klink, dat u een liefhebber bent van honden en natuur werd al snel duidelijk uit de brieven die wij ontvingen. Sinds 1981 bent u bestuurslid en medeoprichter van de Kinologenclub in Woerden. Een club waar u als hondenliefhebbers bij elkaar komt en diverse activiteiten organiseert. De club telt inmiddels 240 actieve leden. Dat is best veel. Vanaf de start van de club vervult u de functie van tweede penningmeester en bestuurslid technische zaken. In de periode 2003-2012 bent u ook nog secretaris van de vereniging geweest en vanaf 2012 tot heden vicevoorzitter. Taken die veel tijd in beslag nemen, maar toch vond u de ruimte om daarnaast toch ook nog trainingen te geven. Hondentrainingen, neem ik aan. Zo bent u trainer geweest van recreantengroep en van de cursussen sociaal gehoorzame hond en verkeerszekere hond. Nou, dan zouden eigenlijk meer mensen cursussen met meer mensen die honden hebben, zouden meer cursussen moeten volgen. Want sommige mensen denken, nou, ik weet niet hoe die hond wordt opgevoed. Maar ik heb zelf ook een hond. Ik vraag me het zelf ook wel eens af. Dus ik mag het zeggen. Maar die van mij is inmiddels al 18 jaar. En die slaapt zo ontzettend veel, dus die hoef ik niet veel meer te vertellen. Die schokt wel achter me aan. Naast deze bestuurstaken en trainingszaken bent u bijna dagelijks bezig met het verzorgen van de trainingsvelden. Het bijhouden van de ledenadministratie en het beantwoorden van ontzettend veel mails over bijvoorbeeld nieuwe cursussen. Ook zorgt u ervoor dat er met lief en leed een attent kaartje aan de leden wordt gestuurd. Daarnaast ook nog sinds 2010, en daar komt het groene gedeelte, vrijwilliger bij IVN, afdeling Woerden. U wordt omschreven als een betrokken en actief lid. Voor de werkgroep Landschapsbeheer bent u in de wintermaanden vooral actief in het Bredispark met het onderhouden van het park, zoals het snoeien van de bomen en de gerieftbosjes. En het Bredispark wordt al die vrijwilligers steeds mooier. We gaan de boerderij opknappen. En het kan er eigenlijk niet meer op. En sinds de vrijwilligers de scepter zwaaien, staat het landgoed er eigenlijk prachtig bij. We hebben er ook wel wat aan bijgedragen, maar de combinatie maakt het wel mooi. En voor de snoeigroep van Stichting Landgoed Bredis houdt u zich bezig met snoeien, bemesten van de bomen en zorgt u ervoor dat de jong aangeplante bomen genoeg water krijgen. In september vindt de fruitpluk plaats. Met veel vrijwilligers zorgt u ervoor dat al het fruit wordt geplukt en verkocht. En uiteraard is de opbrengst dan voor nieuwe gereedschappen en dergelijke. Op de website van uw kinologenclub, Woerden, kwam ik een foto tegen met een bepaalde tekst. En u weet vast wel welke foto of tekst dat is. Nee. Vrijwilligers worden niet betaald. Niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn. Weet u hem weer? Ja, die is van nu. En met deze bijzonder toepasselijke tekst rond ik ook af. En dat is ook zo. Vrijwilligers zijn ontzettend waardevol en onbetaalbaar. U bent er één van, meneer Klink. U bent buitengewoon actief. Uw vrijwillige en waardevolle inzet hebben ervoor gezorgd dat zijn majesteit onze koning het heeft behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Nog een beetje naar achteren voor de fotografen dan. Zo'n decoreerd vader, toch ook heel mooi. Zo, de bloemen erbij. We blijven even staan, dan kunnen de foto's gemaakt worden. Dank u wel. Mooi, dank u wel. Dan kom ik bij meneer De Kruijf en echtgenote.
Meneer de Cruijff, u bent hier omdat u zich al vele jaren bijzonder inzet voor de tennisvereniging Triac in Harmelen. Ik heb vele mooie brieven over u ontvangen. Maar vooral in naar voren komt wat voor een bijzondere vrijwilliger u bent. In 1984 werd u lid van de vereniging en vanaf dat moment gaat er geen dag voorbij dat u niet op de tennisbaan bent. In 1988 werd u lid van de parkcommissie. In 1990 werd u voorzitter van deze commissie. De commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het park en de opstallen. Iedere dag kwam en komt u nog steeds naar de vereniging om de banen te controleren of andere klusjes te doen. Ongelooflijk. En als er een competitie gespeeld werd, was u nog eens vele extra uren aanwezig. Die competitie die viel natuurlijk nu wel even tegen, denk ik. Ja. Dat is wel heel erg rustig nu. Iets meer vrije tijd, ja. Werkelijk, alles weet u te regelen en te repareren. Zoals het betegelen van de toiletgroep, het plaatsen van een keuken, kleine klusjes, omgevallen netpalen repareren of een wc ontstoppen. Niets was u te veel. En sinds u met pensioen bent en dus tijd heeft om het wat rustiger aan te doen, bent u helemaal niet meer weg te denken op de club en doet u nog meer. Het terrein ligt er altijd tiptop bij en strakke banen, goed onderhouden groen en fleurige bloemen. Fantastisch. En in de periode dat u in het bestuur zat, heeft u de overige bestuursleden altijd met een positieve instelling kunnen motiveren en inspireren. De huidige voorzitter schrijft zelfs in zijn adviesbrief dat Triac zijn bestaansrecht zeker aan u te danken heeft. Nou, dat is een heel mooi compliment. Alsjeblieft, incasseer dat mooie, prachtige compliment. Meneer de Cruijff, uw onuitputtelijke inzet heeft er zeker voor gezorgd dat de tennisvereniging Triac een prominente plaats in Harmelen heeft verworven. Het bestuur van Triac, de leden en ik zijn bijzonder blij en trots op uw inzet. Ik ben daarom ook zeer verheugd dat het Zijne Majesteit onze koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Dank je. En vanmiddag weer naar de tennisbaan, hè? Hij zei, hij was nog niet klaar. Zie je, hij was nog niet klaar. Niet zo soepel. Ik ben blij dat u daar allemaal tegenaan loopt. Want als ik het doe, dan denken de mensen soms, nou, kan dat niet beter? Ja, een lekkere kus, precies. De bloemen erbij. Dan kom ik bij mevrouw Bregman. Mevrouw Bregman, uit de ondersteuningsbrieven die ik voor u heb ontvangen kwam één ding heel duidelijk naar voren. U houdt van boeken en van kinderen. En die combinatie heeft ervoor gezorgd dat u jaren actief bent op de basisschool, de jagerschool in Woerden. Doordat uw kinderen op deze school zaten, bent u hulpouder geworden, want zo is het eigenlijk allemaal begonnen. U deed het mee aan de klasseactiviteiten, excursies, het voorleesontbijt, sportactiviteiten, de kinderboekenweek en u bent leesmoeder. En vooral die laatste taak als leesmoeder, dat heeft u uitgebouwd. U geniet ervan om kinderen het plezier van het lezen bij te brengen. Daarvoor geeft u 3 keer per week aan diverse groepjes kinderen in de hal ondersteunend leesonderwijs. En elk kind krijgt de hulp op het gewenste niveau. Ook bent u in de bibliotheek van de school gaan beheren. U verdiepte zich in de boekenmarkt, bezocht boekenbeurzen en maakte contact met uitgeverijen en schrijvers. Het heeft ertoe geleid dat u boeken voor publicaties binnenkrijgt om te recenseren zelfs. Deze boeken belanden ook weer in de bieb. U heeft een Instagram-account en inmiddels 1100 vaste volgers. Uw posts worden vaak gerepost door schrijvers en uitgevers.
U speurt naar geliefde titels voor een schappelijke prijs. En door uw vasthoudendheid heeft u de collectie van de school door de jaren heen rijk en breed gemaakt. Elk jaar is er ook een kunstproject en een project over de Tweede Wereldoorlog voor groep 8. Dan speurt u ook weer maandenlang sites af een mooie boek over kunst, cultuur en de Wereldoorlog aan te schaffen. Voor het zaakvakonderwijs werkt de school met thema's en leerkrachten hoeven maar even een thema te noemen en het wordt geregeld. En er worden collecties en boeken bijgezocht. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is, de kinderen weten u te vinden. Dat is ook heel fijn. Ze geven het onderwerp bij u op voor het maken van werkstukken, spreekbeurten en presentaties. En u zorgt ervoor dat ze overladen worden met boeken. Er zijn altijd kinderen die niet echt zin hebben om een boek te lezen, maar dan toch weet u de kinderen te enthousiasmeren en te motiveren. En toch een fijn boek mee naar huis te nemen. En dat lezen is echt ongelooflijk belangrijk. Het begint al met voorlezen heel vroeg, maar als kinderen goed lezen, dan is dat voor de ontwikkeling ongelooflijk van belang. En gelukkig neemt het lezen weer wat toe. We hebben een periode gehad dat er heel weinig werd gelezen en gelukkig is dat nu weer aan het veranderen. De laatste jaren begeleidt u leesgroepjes met Ralfie lezen. Daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Het is een soort leesprogramma, heb ik begrepen. Voor kinderen die langdurig traag lezen. Een bepaalde methode die gericht is op het verhogen van het leesniveau en van de vloeiend lezen. Zeer belangrijk, want lezen, ik zei het al, draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Er is ook een nieuwe groep Syrische kinderen bijgekomen. Met hen leest u ook wekelijks. Nou, het leren van de Nederlandse taal is dat lezen ook weer heel essentieel. En heel belangrijk dat zij snel de taal machtig worden. Want spreek je de taal, dan vind je ook makkelijker werk. Dan communiceer je ook makkelijker. En tenslotte wil ik ook noemen dat u naast al de uren op school ook mantelzorg verleent aan uw moeder. En de laatste jaren ook aan uw buren. Mevrouw Brechtman, een lange periode zet u zich al belangeloos in om de kinderen van de basisschool, de jagerschool, naar een hoger niveau te tillen. Uw betrokkenheid is dan ook opgevallen. Ik ben daarom ook zeer verheugd dat Zijne Majesteit onze koning het behaagd heeft u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Ja, gaat u gaan. Kijk, de bloemen erbij. Gefeliciteerd. Dan kom ik bij mevrouw Blok. Met Dieneke Blok. Nicht, begreep ik. Ja. Mevrouw Blok, de rode lijn in de ondersteuningsbrieven die ik voor u ontving is wel het feit dat u erg betrokken bent bij de mensen om u heen. En dan met name de mensen die een beetje extra hulp goed kunnen gebruiken. Het zorgen voor uw medemens zit in het bloed. Ruim 40 jaar heeft u als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt en daarnaast zet u zich al vele jaren in als vrijwilliger voor diverse instanties. Bijna 10 jaar bent u vrijwilliger geweest bij het buurtcentrum De Hoeksteen in Utrecht. Hier werd een kinderclub opgezet om zo de kinderen uit een relatief nieuwe wijken met elkaar in contact te brengen. Ook begeleidde u de kinderclub op zondagmiddag. Er werd gezongen, geknutseld, verhalen verteld. Thuis was u vele uren bezig met de voorbereidingen hiervoor. Sinds 2004 bent u betrokken bij Stichting Woord en Daad. Deze stichting zet zich in voor een duurzame verandering voor mensen in armoede. U bent een van de initiatiefnemers van vele activiteiten om fondsen daarvoor te werven. Ook bent u een zeer betrokken vrijwilliger voor de gereformeerde gemeente in Woerden. U spreekt meditatieteksten in die wekelijks via internet worden uitgezonden. Deze meditaties werden beluisterd door leden van de kerk en inmiddels heeft u in de afgelopen 17 jaar 800 meditaties ingesproken. Dat is niet niks.
Daarnaast bent u actief in de commissie die de oudermiddagen organiseert. En u biedt hulp aan mensen in de gemeente die eenzaam zijn of hulp kunnen gebruiken op allerlei gebieden. U biedt praktische en educatieve ondersteuning. Zoals bijvoorbeeld de middag kinderen opvangen. En als er in een gezin het niet altijd gaat zoals het moet gaan door ziekte, dan vangt u ook soms kinderen op. Sinds 2007 biedt u deze ondersteuning voor de medemens ook via stichting NPV Thuishulp voor Nederlandse patiënten. Zo biedt u voor deze organisatie onder andere ondersteuning aan mensen die een beetje extra hulp of aandacht kunnen gebruiken. Zo gaat u bijvoorbeeld wekelijks wandelen met een dame die slechtziend is of helpt u anderen op weg in onze samenleving. En allemaal dingen die allemaal niet meer gebeuren in de reguliere zorg en des te belangrijker zijn om dat nu te doen als vrijwilliger. Sinds 2013 doet u dit ook voor Stichting Ontmoeting. Inmiddels hebben al deze diverse gezinnen of individuen kunnen rekenen op uw hulp. U heeft een aantal vaste adressen waar u wekelijks op bezoek gaat en ondersteuning geeft op die momenten dat het nodig is. Het gaat dan om taalles of het helpen met andere schoolzaken, maar ook gewoon voor een kopje koffie, even puzzelen of gewoon voor een praatje. Mevrouw Blok, u bent al sinds jaar en dag een steun en toeverlaat voor velen. U wordt getypeerd als trouw, consequent en ijverig. Ook het woord bescheiden kwam ik regelmatig tegen in al die brieven die ik ontving. Vandaag is er geen ruimte voor bescheidenheid. U mag er trots op zijn. Van harte gefeliciteerd. Zij de majesteit onze koning heeft het behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Oh, die filmcamera. En zo, kijk eens, de bloemen erbij. Ja, ik sta wat achter u, maar... En dan zijn we alweer bij de laatste voor deze serie. En dan kom ik bij de heer Van Zijl. Mevrouw Van Zijl. Rinald en Marijke. Ik had met u een heel leuk telefoongesprek. Ik wist toen nog niet zo, ik ga het straks vertellen welke bijzondere dingen u allemaal heeft gedaan, maar... Dat was heel erg leuk. Maar ik ben ook een leek op het gebied van muziekinstrument. Ik ga het zo uitleggen. Meneer Van Zijl, in 1978 begon u als muziekdocent aan de streekmuziekschool Abraham Feiten in Vleuten. Toen de gemeenschappelijke regeling tussen de voormalige gemeente Vleuten en Maars in 92 afliep, werd de muziekschool op uw initiatief en onder uw leiding geprivatiseerd. Hierna werd u vanaf 93 directeur van het nieuwe kunstcentrum Nieuwe Vaart, KNV. U speelde een belangrijke rol in het behoud van het kunstcentrum en de afloop van de gemeenschappelijke regeling. Het was over een periode dat al die gemeenschappelijke regelingen, al die muziekscholen, die allemaal van de baan gaan. Ik heb dat zelf ook in Gorkum nog mee moeten maken. Mocht dat zelf ook doen, maar dat deed echt pijn. En ik moet zeggen hoe we dat hier in Woerden nu gedaan hebben. Ja, dat het echt uniek is en je ziet dat het dan ook floreert. U loodste dus ook de instelling door complexe privatiseringsproces. En dat maakt het des te waardevoller dat de instelling dan ook bleef bestaan. Het nieuwe docentencollectief ontstond in het bijzonder door uw inzet en betrokkenheid. Na de beëindiging van de subsidieverlening door de gemeente Utrecht realiseerde u nogmaals een doorstart. Hierbij wist u de werkgelegenheid in Vleuten te behouden. Dat is echt een bijzondere prestatie en ik weet hoe moeilijk dat is. In 2012 zette u zich in voor het behoud van het muziekonderwijs in Maarsen en Breukelen. Ook hielp u de voormalige musicalafdeling om in 2009 zelfstandig verder te gaan als musical los. Zo moet ik het geloof ik zeggen. Tijdens moeilijke financiële periodes maakte u zich sterk voor het behoud van de cultuurinstelling. En het is dankzij uw inspanning kon de muziekschool toch blijven bestaan.
Onder uw leiding werd tevens het aanbod uitgebreid met dans, drama en muziektheater en initieert u ook diverse muziekinitiatieven op scholen. U bent enorm betrokken directeur. Altijd staat u klaar voor de muziek, docenten en leerlingen. Als er een voorstelling is, helpt u mee in het maken van uitnodigingen of het bouwen van een decor. En als iets aan de panden moet gebeuren, nou dan klussen we gewoon mee en we schilderen gewoon mee. Dat maakt u allemaal niet uit. Ondanks uw formele deeltijdaanstelling bent u gewoon 2x zoveel uren actief voor het kunstencentrum. Ook bent u instrumentenmaker en eigenaar van de Reinhold van Zijl Klavionden. Daar komt u waar ik het over had. U ontwikkelde een nieuw muziekinstrument, genaamd klavion. Weet iemand hier wat een klavion is? Ik denk soms dat ik de enige ben, maar dat doet me deugd. Ik ga het u vertellen. Een instrument, even kijken, genaamd klavion. Een oefeninstrument voor bijadiers in opleiding. Voorheen had iedere bijadier een zelfgemaakt huiskarillon om muziekstukken in te studeren. Maar deze zelfgemaakte oefeninstrumenten produceerden zoveel bijgeluid dat de daadwerkelijke muziek lastig te horen was. Ik kan me wel iets weer voorstellen als je thuis zit te rammen op die grote. Dat er dus iets moest zijn om daarop te leren. En dat is ontwikkeld hier. Door de ontwikkeling van een nieuwe oefeninstrument kunnen bijadiers tegenwoordig zelfs huiskamerconcerten geven. Het stadhuis van Dordrecht was het eerste ter wereld met een klavionklavier, waardoor dit het best spelende klokkenspel ter wereld is geworden. Hierdoor is deze ontwikkeling ook meegenomen in de restauratie van de carillons, de Edam en het kasteel De Haar. Ook stond u aan de wieg van de ontwikkeling en realisatie van het glazen carillon van Leidse Rijn, een uniek instrument. En daar sloeg ik wel weer op aan, want ik ben daar hiervoor burgemeester in Leerdam geweest. En ik ben goed bekend natuurlijk met Bernard Heze. En ik heb heel wat uren bij hem doorgebracht, terwijl hij die glazen bollen, klokken, voor het carillon aan het vormen was. En dat was nog maar de vraag of het zou lukken, want al die klokken moesten gestemd worden. Nou ja, het is gelukt en u bent er ook bij betrokken geweest. En het is echt de moeite waard om daar nog eens even in Leidse Rijn, bij de Hogeschool voor de Kunsten zit het, cultuurcampus, daar zit het. Uniek om dat te zien. En ja, daar hangt dan dat glazen klokkencarillon. De directeur van het carillon is natuurlijk Nederland en de president van het festival Eurocarillon stelt dat uw oefeninstrumenten inmiddels overal ter wereld worden gebruikt. Ook ontwikkelde u naast het klavion een zogenaamde lineaire klavier. Ja, we leren hier veel, hè? Lineaire klavier. Dit aangepaste instrument kent maar 1 in plaats van 2 rijen toetsen. Waardoor het instrument kleiner werd en op locaties kon worden gebouwd waar dat voorheen niet mogelijk was. Voor het Johan Strauss Orkest en van André de Jeu Orkest bouwde je ook een mobiele carillonklavier dat ondanks de beperkte omvang toch de volledige toonomvang had en daarom wereldwijd bezoekers kon kennismaken met het Nederlands klinkend erfgoed. En dat op toon houden, daar zit natuurlijk de finesse. U biedt de instrumenten tegen kostprijs aan om zoveel mogelijk bijadiers en muziekopleidingen te ondersteunen bij de studie. Ook bent u nog vrijwilliger bij Stichting Torenmuziek Nederland. U initieerde diverse technische vernieuwingen in de klavierbouw en de klavierstudie in het bijzonder. Wereldwijd studeren bijadiers op het door u ontwikkelde instrument. En u bent vrijwilliger bij de zorgorganisatie Carijn. Dat doet u er ook nog bij. Locatie Snavelenburg in Maarsen. U bent organisator van gratis concerten voor ouderen. En tenslotte wil ik nog noemen uw activiteiten voor Stichting Klosje Art. Deze stichting behartigt de belangen van de carillons in Nederland. Nederland heeft ruim 200 carillons. 1/3 van het totaal aantal wereldwijd. U bent adviseur op het terrein van de klavierbouw en bij de restauratie van deze toreninstrumenten. Ook leverde u een belangrijke bijdrage aan talloze vernieuwende projecten tijdens het Nationaal Festival Klinkend Erfgoed in Maastricht. Dat was in 2018. Gesteld wordt dat u van grote importantie bent geweest bij de ontwikkeling van de Nederlandse carillonkunst in de afgelopen decennia. En dat is niet niks. Meneer Van Zijl, u wordt geroemd om uw doorzettingsvermogen en uw tomeloze optimisme voor muziek en onderwijs. Had ik u maar getroffen als muziekdocent, dan had ik daar misschien nog iets van opgedaan. ik had een tentamen blokfluit.
En die docent zei toen tegen me van, jongen, als jij besluit te blijven, dan kom je nog maar eens terug. De muziekwereld is u dankbaar voor uw talent en inzet. Op het advies wat wij terugkregen van het kapitel van de civiele orde stond geschreven, ik citeer, betrokkenen kan worden gekwalificeerd als iemand die op uitstekende wijze werkzaamheden heeft verricht, waarbij de samenleving in zeer belangrijke mate is gebaat. U heeft een indrukwekkende carrière achter de rug en er hoort een indrukwekkende onderscheiding bij. Zijne Majesteit onze Koning heeft u behaagd te benoemen tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ja, dat is niet niks. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, dan weet u wat ik doormaak als ik dat allemaal opspel. Al die jasjes die dik zijn. En ja, de bloemen erbij. Zo. Ja, dames en heren, dan zijn we aan het eind van deze sessie gekomen. Nou, heel veel dank aan alle die weer ondersteunend zijn geweest bij alle beoordelingen van de brieven. De dames van het kabinetszaken, maar ook de dames en heren van Ferm Werk, die iedere keer alles weer schoonmaken, ontsmetten, doekjes doen en zo. En straks de koffie weer inschenken en de oranjebitter. Want we gaan nu lekker een kopje koffie en een oranjebittertje nemen, als u dat wilt. En met de oranje bitter zullen wij toosten op onze koning uiteraard. Ik wil u vragen die kant uit te gaan. En even kijken, we hebben nog twee gedecoreerden die een doosje hier nog hebben staan. Dan wil ik even vragen om die wel mee te nemen. Dan kan dat in dat tasje wat u al naast u heeft staan. En in het tasje zit eigenlijk alles, de mooie doos, de oorkonde. En ja, daar zit alles in wat nodig is ten behoeve van de onderscheiding. Dank u wel. Ik ga u straks bij de koffie nog even ontmoeten. Dank u wel. Ja, vier brandweermannen vandaag in de laatste sessie. Dus voor de twee andere gedecoreerden, totale veiligheid vanmiddag. Even kijken. Nee, we hebben geen ringleidingen. Ben ik wel te verstaan? Kunnen we daar iets aan doen? Hebben wij een ringleiding? Ja, u verstaat het ook? Want ze kunnen wel zeggen dat hij aanstaat, maar als u het niet hoort, dan staat hij niet aan. Oh, we moeten wat zeggen. Zijn we verstaanbaar? Kunt u zo verstaan? Nee? Is het vervelend? Misschien een idee om anders te ruilen van plek? Zullen we ruilen van plek? Iets meer naar voren. Hans, willen jullie ruilen? Moet even de stoelen schoonmaken. Ja. Ja, die hoort bij jou. Ja. Ja. Moeten we even poetsen? We zijn er voor u.
zijn allemaal heel flexibel vanmiddag. Ja. Allemaal heel hartelijk welkom. De ceremonie wordt door RPL FM opgenomen, dus we kunnen allemaal nog eens terugkijken. En misschien heeft u het wel doorgegeven dat het opgenomen wordt. En zijn er familieleden die ook meekijken vanmiddag. Welkom aan collegeleden, de heer Van Assen, minister van de Raad, directie en medewerkers van het kabinet, mensen van Ferm Werk en Bodus, alles weer ten dienste om het hier vanmiddag allemaal weer helemaal fantastisch te maken. Fijn dat ik u gewoon weer eens even in de ogen kan kijken. Door de telefoon was dat toch wel wat lastiger. Natuurlijk toch een ingewikkelde tijd, een coronatijd. En het gaat in ieder geval weer een stukje beter. Maar we hebben ons nog steeds te houden aan alle maatregelen. En we moeten toch nog even leven met alle aanpassingen. 1,50 meter, niet te grote groepen. En we blijven handen wassen en niet schudden. Maar we hopen dat het virus, het is aardig weggezakt, maar dat het ook wegblijft, ook in het najaar. Dus we moeten het allemaal nog wel even goed opvolgen. En uiteindelijk is het een stuk beter geworden in het buitenland niet, omdat ze zich niet houden aan alle maatregelen. Maar in ieder geval fijn dat we vandaag toch in de raadzaal de gedecoreerde ook de versierselen kunnen uitreiken. En dat gebeurt in heel Nederland vanmiddag, vanochtend, eigenlijk op dezelfde dag. Woerden is er trots op, ik ben er trots op dat er zoveel gedecoreerden iedere keer weer zijn. En dat geeft aan dat heel veel mensen uit onze gemeenschap actief zijn en zich inzetten voor de medemens en voor de samenleving. Vandaag hebben we 18 lintjes uit te reiken. Er is één meneer die krijgt dat in Den Haag. Het is eigenlijk 19, maar het lintje in Den Haag wordt door de minister Bijleveld van Defensie uitgereikt. Dus het is natuurlijk veel leuker om dat hier samen te doen. Nou, misschien vinden betrokkenen het ook wel heel leuk als de minister dat doet. Maar in ieder geval 19 stuks en vandaag 18. En we hebben dat in drieën verdeeld, anders konden we het allemaal niet kwijt. Want we moeten natuurlijk ons ook allemaal hier houden aan de afstand. Het is allemaal gelukt. Wat u zich misschien altijd afvraagt, waarom krijg ik nou dat lintje? Ja, omdat u zoveel heeft gedaan. Maar er zijn ook altijd weer mensen die moeten dat aanmelden. En dat zijn, kunnen familieleden zijn, kunnen bekenden van u zijn, dat kunnen collega-bestuurders van u zijn, die niet de moeite waard vinden om dat allemaal aan te vragen. Maar het zijn dus uw naasten die dat voor u doen. En al die brieven die dan geschreven worden, dat is best veel werk. Instanties moeten ook aangeven of dat ook allemaal klopt. Dan komt het bij het kabinet. Die gaan er ook allemaal weer bij aan de slag. En dan gaan ze naar de commissaris van de Koning. En dan gaat het naar de kanselarij der Nederlandse Orde. Dan wordt het allemaal weer beoordeeld. En dan komt het allemaal weer met adviezen naar de burgemeester. En dan word ik weer geadviseerd, want ik doe dat allemaal niet zelf. En behalve als het een beetje ingewikkeld wordt, dan kom ik er wel bij. Hè? Ja, dan doen we het even samen. Maar dat is best allemaal, komt veel bij kijken. En onze kabinetsmedewerkers die zijn nu alweer bezig voor volgend jaar. Dus het is, ze zitten helemaal in de koningssfeer. We gaan straks in willekeurige volgorde, roep ik uw naam. Dan hebben we hier twee prachtige oranje zetels. En die zitten nogal diep. Dus als u erin ploft, dan kan het ook zijn dat u niet meer opstaat. Dus ik wil u een beetje waarschuwen dat u er rustig op gaat zitten. Heel bescheiden, dan komt het allemaal goed. En ik heb beloofd dat er volgend jaar een kussentje in komt. Dan zakt je niet zo diep weg in die duisternis helemaal in. Maar het zijn wel twee hele leuke oranje stoelen. Dat dan weer wel. Dan is het de bedoeling, als ik u heb toegesproken, dat natuurlijk de versierselen worden omgehangen. Dat mag ik niet doen. Dat mag uw partner doen. Of uw man of vrouw, afhankelijk hoe het geregeld is. Dan is de bedoeling dat het hier afgepakt wordt. En het is ook wel heel leuk en intiem als uw partner dat doet of uw man of vrouw dat doet. En dan sta ik er een beetje op afstand bij.
En als we dat allemaal gehad hebben, dan gaan we uiteraard gezellig nog een kopje koffie drinken. De oranje bitter staat klaar. Toosten we op de koning. En het is de laatste sessie, dus we kunnen nog even wat langer blijven hangen. In ieder geval met deze groep, als u dat tenminste wilt. Dat is het voordeel van de laatste groep. We hebben niet voor niks de brandweer erin gezet. Voor de laatste groep, dat zijn van die plakkers. Die houden nog van een extra borreltje. Die mogen dat nou niet in de kazerne doen. Begreep ik. Ik denk ze gaan vast nog even terug. Want zij zijn hier gekomen, allemaal, alle vier, met de brandweerwagen. De oude brandweerwagen zag ik in mijn ogen. Dus dat is wel... Oh, hij staat achter me inmiddels. Ja, ik denk, hij staat mijn beleving nog helemaal voor. Maar hij staat inmiddels alweer achter. Dus voor de foto's van de brandweer is het straks wel weer leuk om dan toch weer andere kant uit te fotograferen. Of is dat niks... We gaan straks naar buiten. Nou, dan gaan we daar nog even extra wat voor doen. Prachtig. We doen het niet helemaal in willekeurige volgorde. Want de vier brandweermannen, die doe ik op het laatst. Dus even zien. Ik wil naar voren roepen. Allereerst meneer De Roo. Met echtgenote De Roo. Ja, oh, dochter is het. Oh, dat staat hier niet. Ja, ik zat al even te denken, dit gaat niet helemaal goed. Maar hartstikke leuk. Meneer De Roo. Wat kostte het enorm veel moeite om u te bereiken? Ja, ik zit in een bos kopen in een gat van de telefonie. Nou, daar ben ik achtergekomen. En het grappige is, maar dat pleit wel voor de onderneming waar u werkt. Want uiteindelijk kreeg ik het bedrijf aan de telefoon. En je begreep het allemaal niet zo best, maar... Die belde toch ook wel weer gewoon terug. Ik zei, nou kan ik ook even teruggebeld worden. Want ja, dat ging uiteindelijk heel erg goed. En ze begrepen toch wel wat er aan de hand was. En ze hebben u uiteindelijk toch gevonden. Maar het grootste probleem was inderdaad de bereikbaarheid. Nou, je moet dus niet in Boskoop wonen, want dat doet KPN het gewoon niet. Nou, misschien dat het allemaal beter wordt met 5G, maar dat is de vraag, hè. Goed, meneer De Roo, we hebben elkaar getroffen aan de telefoon. En nu kan ik u live toespreken. Vanaf 2005 bent u vrijwilliger bij de vereniging Wikimedia Nederland. De vereniging ondersteunt de online encyclopedie Wikipedia. Dat zal u allemaal wel bekend in de oren klinken. Maar er zijn mensen die vrijwillig daar heel veel mee bezig zijn. De afgelopen 15 jaar bent u zo'n 15 uur per week actief op het web. Uw allereerste bijdrage op Wikipedia was op 28 maart 2005. En sindsdien heeft u 196.737 bewerkingen gedaan op de Nederlandse Wikipedia. Ja, dat noemen we Mina. De bewerkingen bestaan deels uit kleine details, zoals het verbeteren van spelfouten, het corrigeren van een interne link of het uploaden van foto's. Maar er zitten ook zeer grote bewerkingen bij. Want we zoeken best veel op Wikipedia. En we vragen ons eigenlijk nooit allemaal af of dat klopt. En het is allemaal informatiemateriaal wat vrij ingevoerd is. En waarvan het best belangrijk is dat het ook goed is en gecontroleerd wordt. En er zijn dus heel veel mensen voor die dat vrijwillig dus doen. Meneer De Roo heeft ruim 2000 nieuwe artikelen ook nog geschreven. Dus behalve correcties ook nog 2000 nieuwe artikelen. Over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Gelukkig ook over woorden. woorden zoals bijvoorbeeld over de muziekvereniging De Harmonie de Vriendschap. De Rijpener Kaas, niet onbelangrijk. De Vlag van Woerden. De Woerdense Koeienmarkt. En er is een lijst van woerdenaren te vinden. Maar ook achter de schermen van Wikipedia heeft u veel werk verzet. U fungeerde als contactpersoon en woordvoerder van de vereniging. Voor de Nederlandse Wikipedia zijn er ongeveer 2330 mensen actief. Dat is best veel. Dat zijn van die weetjes die je normaal gesproken gewoon niet weet. En hoe worden die mensen genoemd? Dat is ook wel leuk. Dat zijn Wikipedianen. Nou, dat had ik ook nog nooit gehoord. En Wikipedianen zijn dus mensen die actief daarmee bezig zijn. En afgelopen maart heeft u 15-jarig jubileum als Wikipediaan mogen vieren. Dat is ook wel een hele mooie titel eigenlijk. Ik ben Wikipediaan. Ik ben geen Indiaan, maar een Wikipediaan. Daarnaast was u van 2010 tot 2019 lid en vrijwilliger van de politieke socialistische partij. En heeft u ook meegeholpen aan allerlei acties die de SP voerde. En was u
kleine 2 jaar fractieassistent. Sinds 2012 bent u ook vrijwilliger van FNV Lokaal. Heeft u vele belastingplichtigen die daar zelf niet toe in staat zijn geholpen bij het invullen van aangifte voor de inkomstenbelasting. En dat is ook heel belangrijk. Heel veel mensen weten niet dat ze ook soms belasting terug kunnen krijgen. Hebben de kennis niet of niet de relaties om daarin te voorzien. En het is heel goed dat dit werk gebeurt. En u bent ook lid van de kerngroep Lokaal FNV Groene Hart, waarin u een Facebook-account beheert en de huldigingen van jubilarissen mede organiseert. Dat speelt u van mij van 40 jaar FNV. Heeft u met mij niet opgespeeld? Nee, volgens mij op de volgende... Op de volgende ledenvergadering. Wordt u speciaal benaderd. Ja, zie je wel. Ja, ik kom gewoon nog een keer terug. Daarnaast bent u ook nog vrijwilliger bij Zwem- en Polo-club Woerden, waar u de ledenadministratie bijhoudt. En dat alles doet u ook nog gewoon naast uw volledige werkweek als service desk engineer in het bedrijf in Boskoop. Petje af. Meneer de Roo, uw verdiensten zijn ook in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Ik ben dankbaar en trots dat het Zijne Majesteit onze koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. En je dochter mag hem opspelden. Ja, gaat het lukken? Dan zie je wel een dun t-shirt, dat werkt mee. Als het een brandweeruniform was. Ja, dan dat probleem komt straks nog wel. Kijk eens de bloemen. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd. En even samen op de foto. Ja, daar nog even. Dan kom ik bij meneer Van der Lek. Van der Lek moet ik zeggen. Van der. Oh, altijd opletten geblazen, dan ben je van adel, hè? Meneer Van der Lek. In uw werkzaam leven was u hoofdoplager bij de Rijn en Gouwen. Toen u in 2002 met pensioen ging, nam u geen tijd om stil te gaan zitten. Daar bent u de persoon hierna. U bent zich gaan inzetten voor veel verschillende organisaties. Ik heb een hele lijst van u. Ik kan ze niet allemaal noemen, maar ik haal de belangrijkste eruit. Sinds 2002 bent u vrijwilliger bij IVN Woerden. U bent een zeer betrokken en actief lid van de werkgroep Landschapsbeheer. We hebben er vanmiddag al meer gehad. Samen met de andere vrijwilligers snoeit u de bomen en de grievenbosjes en zorgt u ervoor voor het onderhoud van het Bredeïspark. En ik heb eerder vanmiddag al gezegd dat het Bredeïspark dankzij al die vrijwilligers er prachtig bij staat. In september helpt u mee met de pluk en de verkoop van het fruit. En met de opbrengst wordt natuurlijk weer van alles aangeschaft voor Bredeïs. En materialen voor de vrijwilligers. Daarnaast was u lange tijd voorzitter van de cliëntenraad van Karijn. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle bewoners en cliënten van Weddestein. Het waterschapshuis in Kamerik en thuiszorg in regio Woerden. En voor het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein bent u alweer 20 jaar vrijwilliger bij de patiëntenvervoersdienst. Dat is wel handig, want ja, sinds Klein er niet meer is, moeten we toch veel reizen. En die vervoersdienst is dus heel belangrijk. Samen met een collega vrijwilliger zorgt u ervoor dat de patiënten van en naar elkaar worden gebracht. En om de aanwezigen hier een idee te geven op de locatie in Nieuwegein, zijn er 170 vrijwilligers die met elkaar zo'n 85.000 bedden en rolstoelen per jaar vervoeren intern in het ziekenhuis. Sta je ook allemaal niet bij stil als je in het dagelijks leven staat. In 2004 bent u begonnen als kookvrijwilliger bij het inloophuis in het centrum in Woerden.
Het inloophuis is een plek waar de deur altijd open staat en waar bezoekers terecht kunnen voor zomaar een praatje, kop koffie, een warme maaltijd of lunch. En als college hebben we daar ook wel eens een keer bezoek gebracht en ook eens even met de mensen daar gegeten. Heel bijzondere locatie, heel belangrijk werk wat daar gebeurt. Eén keer in de maand kookt u een maaltijd voor de bezoekers. U doet dan ook boodschappen, dekt de tafel, zorgt dat de aandacht gezelligheid is en een praatje. Voor de hervormde gemeente gaat u sinds 2005 op bezoek bij oudere leden in de wijk Molenvliet. En bij speciale gelegenheden, zoals de verjaardag en andere bijzondere dagen. Gedurende het jaar brengt u ongeveer zo'n 40 bezoeken. Ook bent u sinds 2015 bestuurslid van de uitvaartvereniging De Laatste Eer. Deze vereniging is een initiatief van de plaatselijke protestante kerken en werkt uiteraard zonder winstoogmerk. Hiermee zorgt men dat er voor het uitvoeren van begrafenissen en crematies persoonlijk blijft en met betrokken uitvaartleiders en voor een klein budget. U bent algemeen bestuurslid en houdt zich voornamelijk bezig met de personele zaken. Ik moet zeggen, ik had er nog niet eerder van gehoord, maar ik vind het een heel mooi initiatief. En tot slot, weliswaar als laatst genoemd, maar niet minder waardevol, bent u sinds 2019 regelmatig te vinden in het Daan Tevens Centrum. Het centrum wat ons niet onbekend is, zit achter ons stadse gemeentehuis. En ja, we doen er ook in samenwerking met andere instanties veel werk, maar we zorgen ook voor veel sponsors voor het Daan Tevens Centrum. Neurorevalidatiecentrum voor jongeren in Woerden, dus mensen zonder aangeboren hersenletsel, zo moet ik het altijd zeggen. U bent gastheer en helpt en ondersteunt waar mogelijk. Meneer Van der Lek, u wordt in de brieven die ik over u heb mogen lezen omschreven als een sociaal en betrokken burger en als een bekwaam en professioneel vrijwilliger. U heeft hart en oog voor de mensen om u heen en helpt daar waar nodig is of waar het kan. Ik ben dankbaar en trots dat het Zijne Majesteit onze koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Deze is allemaal een beetje hetzelfde, dus dat geeft geen problemen met afpakken. Ja, mama, een kussen, een lekkere zon, huppakee. Bloemen erbij. Mag allemaal hoor. Dat hoeft niet op 1,50 meter afstand. Ja, en dan kom ik, zoals ik heb gezegd, bij de brandweer. We hebben er vier. We beginnen met meneer Hilgeman, Jan. Ja, ik zei al, het is een hele diepe zit. Ja. Wat dacht u toen ik belde? Nou, hij zei van, er zegt alleen dat die burgemeester Molkenboer is. Maar... Ze kunnen allemaal wel zeggen dat die burgemeester Molkenboer heeft. Ja, dat was heel mooi. Toen hoor ik de stem en denk ja. Het lijkt er wel een beetje op, hè? Ja, zie je wel. Nou, Jan, een brandweerman uit hart en nieren. En zoals je zelf ooit bij een interview in het AD zei, brandweerman ben je voor het leven. En dat is zeker voor jou op toepassing. In 68 kwam je als vrijwilliger in dienst bij de vrijwillige brandweer, Post Kamerik. En naast de repressieve taken had je de taak als onderhoudsman van het materiaal. Je volgde opleidingen en cursussen, waardoor je de brandwacht, pompbediende, technisch hulpverlener en chauffeur werd.
Daarnaast maak je deel uit van de werkgroep Aankoop Nieuwe Tankauto. En met je kennis en know-how was je vergrote waarde voor het korps. In 2001 ben je met functioneel leeftijd ontslag gegaan. Of zoals de brandweermannen tegen elkaar onderling zeggen, je ging eraf. Ja, je ging eraf. Vanwege het bereiken van de 55-jarige leeftijd. Maar dat betekende niet dat je stopte. Want zo werkt dat niet. Na je ontslag ben je in dienst gebleven als vrijwillig onderhoudsman bij de post Kamerik. Je had geen repressieve functie meer, maar deed wel het onderhoud van het materiaal. En vanaf oktober 2011 ben je officieel dan niet meer in dienst. Maar nog steeds wekelijks vele uren te vinden op de kazerne en help je met onderhoud. En het wordt tijd dat we hem daar gaan renoveren, toch Jan? Ja. En daar zitten al die bestuurders. Zeg het nog maar eens een keer tegen hem. En daar nog een raadslid. Die zeuren allemaal over afschrijvingen en investeringen en schuldquote. Maar voor de brandweer hebben we toch wel wat over, toch? Hè? Dan moeten we, zie je, ze knikken nu allemaal ja, dus daar houden we ze aan. Moet, ja, zie je het? Er moet vast nog wel een potje zijn. Ja. De afgelopen jaren heb je ook meegewerkt aan de restauratie van de antieke brandweerwagen. En, nou, we zien waar dat allemaal toe leidt. En dat is ook heel mooi dat dat ook allemaal nog gebeurt, om dat materiaal in stand te houden. Vele uren was je aanwezig om te klussen. Na 3 jaar klussen is de antieke wagen weer helemaal in zijn volle eer hersteld. En zelfs ja, de pomp doet het weer. Het is ook leuk om dat oude materiaal ook vooral aan de gang te krijgen. Nog steeds kan er een beroep op je worden gedaan. Als er iemand in de kazerne aanwezig moet zijn voor opvangst, voor goederen, dingen en dat soort zaken. Want ja, het blijft natuurlijk wel een kleine post. Dat dan weer wel. Maar wel een belangrijke. Ook help je nog steeds bij de jaarlijkse brandweermiddag van de jeugdvakantieweek in Kamerik. Maar niet alleen de jeugdvakantieweek Kamerik, maar ook bij de oefeningen voor de actieve brandweer. Gewoon bij je collega's, je oude collega's. Beste Jan, al ruim 50 jaar, en dat is dus een halve eeuw, sta je klaar voor de brandweer Kamerik en daarmee voor de inwoners van Kamerik. Ik ben je dankbaar en trots dat Zijne Majesteit onze koning het heeft behaagd je te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Jan, gefeliciteerd en nu ook. En het is eigenlijk niks moois om gewoon in dit geval, als je brandweerman man, door je partner geëerd te worden. Het is sowieso wel leuk, maar als je ziet hoeveel brandweermannen gewoon niet thuis zijn. En voor waarvoor ze allemaal staan. En ja, de partner moet dat dan ook allemaal, geldt ook voor de anderen, want die zijn ook veel van de huis. Maar zij zeker. Jan, de bloemen. Ik ga achter je staan. Dat stond ik al die jaren al, maar, ja. Maar nu letterlijk. Dank. Oh, we gaan nog een foto. Ja, dat kan niet missen. Mooi. Dankjewel, Kees. Even kijken, meneer Van der Horst, Koen. Merien is het, hè? Ja, zie je wel, Merien. Koen, 21 jaar. Vrijwillig brandweerman bij het korps in Woerden. Binnen het korps Woerden heb je meerdere functies en rollen bekleed. Zoals die van manschap, duiker bij de brandweer, bevelvoerder, verkenner gevaarlijke stoffen bij de waarschuwings- en verkenningsdienst, chauffeur en oefenleider. Je stond bekend als een harde werker, een allemansvriend, maar je was ook positief kritisch naar jezelf en naar anderen in de groep. En dat is goed. Dat is heel goed. Dat doen we te weinig onder elkaar. Je vindt elkaar allemaal aardig, maar elkaar aanspreken is dan een stuk lastiger. Dus top. Je zorgt ervoor dat je niet op de voorgrond staat, maar ondertussen heb jij je zaakjes altijd goed op orde. Mooie eigenschappen die tijdens de repressieve dienst van het korps Woerden goed van pas kwamen. En als er iemand extra begeleiding nodig had, stond jij klaar om te helpen. Naast bovengenoemde functies heb je ook jaren ingespannen om het vakantierooster voor de post te maken. Dat is altijd alweer een klusje, er moet bezetting blijven en iedereen wil met vakantie.
Een hels karwei waar je veel tijd in stak. Ik heb me laten vertellen dat je ook populair was bij je collega's van de afdeling verbindingen. Want als er een pieper of portofoon defect was, wist jij dat altijd wel weer op te lossen. In 2019 heb je eervol ontslag aangevraagd en gekregen. We hebben ook elkaar natuurlijk op de kazerne dat feestje gevierd en gedeeld met elkaar. Beste Koen, bedankt voor je jarenlange inzet, voor alle nachten die ononderbroken werden, omdat er een melding binnenkwam, voor je inzet bij noodweer en andere situaties waarbij de brandweer te hulp moest komen. Ik ben verheugd dat zijn majesteit onze koning heeft behaagd te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Zo, de bloemen. Dan kom ik bij meneer Eberwijn, Lucas. Lucas, wat heb je gedaan? Er zit een nieuwe knie in. Een nieuwe knie in. Ik zit moraal met een kruk open, maar het is niet zo lastig. Nou, we hebben vanmiddag best wel even tijd hoor. Ja, die komt hij nooit meer uit inderdaad. Lucas, in 81 kwam je bij de vrijwillige brandweer van het korps Woerden ook terecht. En vorig jaar heb je eervol ontslag aangevraagd en heb je het korps na ruim 37 jaar verlaten. Ik was erbij. We waren er samen bij. En al die collega's ook. In al die jaren heb je heel wat diplomas en specialismen behaald. Zoals manschap, brandweerduiker, chauffeur, duikvoertuig, chauffeur tankautospuit, chauffeur bediener redvoertuig, chauffeur bediener grootwatertransport en bevelvoerder. Je hoogste rang was brandmeester. Daarnaast was je enkele jaren actief als bestuurslid en voorzitter van de personeelsvereniging. Je stond altijd klaar voor de brandweer, ook als er gekookt moest worden voor de hele post. Of op een feest moest er uiteraard van alles geregeld worden. En Lucas, dan was jij daar om dat allemaal te regelen. In 2016 mocht ik je tijdens het jaarlijke kerstdiner een oorkonde en een medaille voor 35 jaar trouw dienst overhandigen. Dat is alweer 4 jaar geleden. Vorig jaar nam je dus afscheid, dat zei ik al. Maar niet helemaal, je bent niet helemaal weg. Je werkt namelijk voor de veiligheidsregio Utrecht. Naast de brandweer was je ook vrijwillig actief voor de tennisvereniging in Woerden. En ook voor de Woerdense vakantieweek was je heel wat jaren actief als vrijwilliger. Ik weet niet of je ook dit jaar je daarvoor had opgegeven. Maar het valt weg hè, nu, hè, maar dat komt wel mooi uit met je been. Ja. Zo heb je in de jaren 80 meerdere keren het waterspektakel Fietsen erin georganiseerd. We hebben nog wel eens foto's van gezien op archieven hier in Woerden. Dat was best populair in die jaren. Dat waren, ik weet wel, met al die tv-activiteiten dat je als gemeente wel weer voor moest betalen. Dat was eigenlijk goedkope tv. En de gemeente betaalde er daarvoor. Maar het zette je gemeente wel op de kaart. En mensen vonden het allemaal fantastisch. Doorslaand succes. En inderdaad kwam daar menig Woerdenaar op af. Je was ook begeleider bij wintersport en ontspanningsreizen voor minder valide. En voor de sportclub Woerden was je trainer en nog steeds clubscheidsrechter. Beste Lucas, ook jij bedankt voor je inzet voor Woerden en met name voor het brandweerkorps. Onze koning heeft het behaagd je te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Ja, dat... Nee hoor, die is alleen die komt later straks op Koningsdag in Woerden, mag je man. Dankjewel. Alsjeblieft. Mooi. Dan kom ik bij meneer Burger, Hans, beste Hans, en Caroline. Hans, in 85 werd je vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer Benschop. En toen je in 91 verhuisde naar Woerden, maakte hij direct de overstap naar de gemeentelijke brandweer in onze stad. Ja, why not? Als het brandweerschap erin zit, dan doe je dat ook als je verhuist in de plek waar je dan zit. Je hebt inmiddels een indrukwekkende brandweercarrière achter de rug. In Benschop ben je gestart als aspirant, maar in de jaren daarna heb je veel specialismen en diploma's behaald. Zoals brandmeester, adjunct, hoofdbrandmeester, bevelvoerder, assistent, duikploeg, chauffeur, bediener, redvoertuig en vrijwilliger officier van dienst. Vanaf 1996 tot en met 2008 ben je ook vrijwillig postcommandant van de gemeentelijke brandweer Woerden geweest. Lang bleef je niet weg, want in 2010 werd je gevraagd voor de toenmalig postcommandant Woerden om weer actief te worden. Als plaatsvervangend postcommandant en in die hoedanigheid hebben wij elkaar weer leren kennen, want ik ben er vanaf 2013. En je was een heilige eenheid met de postcommandant William. Dus ja, zag je William, zag je Hans, zag je Hans, zag je William. En als je niks zag, zag je Hans en William in de post. Inmiddels heb je die functie afgelopen oktober na bijna 10 jaar weer neergelegd. Maar dat wil niet zeggen dat je minder actief bent voor de post. Nog steeds ben je actief als vrijwilliger bij de brandweerpost Woerden. Dag en nacht sta je klaar voor de brandweer. En na een oefenavond zorg jij voor het goede gesprek. Betrouwbaar, beheerst de stof en ongeacht de grootte van het incident, je blijft altijd heel rustig. Dat je passie voor de brandweer groot is, blijkt ook wel uit het feit dat ook jij in je werkzaam beleven een baan hebt bij de Veiligheidsregio Utrecht als clustercoördinator Rijn en Veen-Zuid. En naast dit alles ben je ook nog eens actief als vrijwilliger bij de Bethlehemkerk in Woerden. Je maakt deel uit van de Veiligheidscommissie en bent verantwoordelijk voor de totale veiligheid in en rondom het kerkgebouw. Beste Hans, ook jou wil ik bedanken voor je lange jaren inzet en al die situaties waarin je klaar stond voor de veiligheid van de inwoners van Woerden en omgeving. Ik ben verheugd dat Zijne Majesteit onze koning heeft behaagd je te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Les best. Ja, Hans de Bloemen. Mooi. Goed, dan zijn we gekomen aan het einde van de ceremonie. Dan wil ik u uitnodigen om even een oranje bittertje, een kopje koffie of wat fris te drinken. Toasten op de koning. Ik wil in ieder geval alle medewerkers van het kabinet bedanken. De bodes, ferm werk. En ieder die allemaal weer heeft bijgedragen om het in 3 sessies allemaal weer fantastisch te laten verlopen. Dank daarvoor. En degene die nog een onderscheiding doosje nog moeten hebben, dat zijn er nog 3. Even het doosje hier ophalen, dan kan dat in het tasje. Het tasje, daar zit alles in. De grote doos, de oorkonde, daar zit alles goed bij elkaar. Ik nodig je uit om met elkaar gezellig nog even samen te zijn. Dank u wel.